De laatste les van de serie in het houtelement. Leuk dat je weer erbij bent en meedoet. Of dat nu live is op dit moment of later in de opname. Super dat je het doet. En nou, vandaag vertel ik jullie nog een laatste aspect over het houtelement. Je weet inmiddels dat het bij het houtelement gaat in de essentie over groei en ontwikkeling. He, dus dat vermogen in jezelf zien aan te spreken om over obstakels heen te groeien, om veerkrachtig te zijn als je soms eens even knakt, om besluiten te nemen, om richting te kiezen in je leven, om te doen en te zijn wat jouw hart jou echt ingeeft. De authenticiteit zit in het houtelement besloten, zou je kunnen zeggen. En dat wil daar middels groei en ontwikkeling naar buiten komen. Nou, vandaag vertel ik jullie het laatste aspect en dat is de smaak van het element. Ik kan jullie natuurlijk nog veel meer vertellen over het houtelement, maar dat past niet meer natuurlijk in dit uurtje. Dus het laatste aspect, de smaak. Alle elementen hebben hun eigen smaak. En wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Als ik ze nog even voor je opnoem. We zitten nu in het houtelement, dan hebben we straks, de volgende is het vuurelement, daarna aarde, in de herfst metaal en in de winter het waterelement. Als we goed in die elementenergie zitten, dan voelen we ons ook goed en dan hebben we weinig klachten en symptomen. We hebben weinig stress, alles functioneert goed in het lichaam. Je spieren, je pezen, je brein, je zenuwstelsel, spijsvertering, alles functioneert goed als jouw ki of levensenergie goed stroomt zonder blokkades in het lichaam. Als het niet goed stroomt in het lichaam, dan krijgen we natuurlijk klachten. Dan krijgen we spanning, we krijgen stress en afhankelijk van waar de energie geblokkeerd raakt, of dat in het houtelement is, of bijvoorbeeld in het aardeelement of in het waterelement, dan krijg je hele andere, maar wel hele specifieke klachten. Als je de rest van de cyclus ook nog gaat volgen, dan ga je daar natuurlijk nog veel meer over leren straks, over welke klachten in het vuurelement spelen, welke klachten en symptomen heel specifiek zijn voor aarde, disbalans, maag en mild. En straks in de herfst bij het metaalelement en in de winter bij het waterelement. Als er een disbalans ontstaat in het element, en nu hebben we het over het houtelement, dan hoort daar de zure smaak bij. Ik noem je ook even de andere smaken voor de andere elementen. Hè. Dus bij hout is dat zuur. Bij het vuurelement is dat de bittere smaak. Bij aarde de zoete smaak. Bij metaal de pittige of scherpe smaak. En bij water is het de zoute smaak. Dus een natuurlijke behoefte of juist afkeer van één van deze vijf specifieke smaken geeft al aan dat er bij jou in dat specifieke element een disbalans zit. Meestal, en ik zeg dat dit is in het algemeen, want je moet het altijd zelf aan den lijve ondervinden, maar meestal is het zo dat wanneer het element wat verzwakt is, hè, dus je bent moe en nou, soms ook wat onderontwikkeld in specifieke vaardigheden binnen een bepaald element, dan ontstaat juist vaak van nature het verlangen naar die smaak. Dus als het houtelement vermoeid is, overbelast is geraakt, een beetje uitgeput is, dan krijgen we van nature trek of zin in de zure smaak. He, dus dan zie je jezelf naar de augurken of naar de citroenen happen of nou ja, een andere smaak die zuur is. Bij het aardeelement gaat het dus om de zoete smaak. Heel veel mensen hebben daar last van. He, dus verzwakking en overbelasting in het aardeelement
dus de maag en de mildmeridianen en organen, dan ontstaat de trek naar zoet. En dus dan zie je jezelf in de snoepwinkel of in de koektrommel. Hè? Dus die zoete craving die moet dan bevredigd worden. Het omgekeerde geldt dus vaak ook. Als er een blokkade is in het element, dus een opeenhoping, een teveel aan energie in het specifieke element, dan kan het zo zijn dat je eerder een beetje een afkeer hebt van die specifieke smaak. Nou, de smaak zelf, die ondersteunt van nature het element. Als we het even bij het houtelement houden en we kijken naar de organen die erbij betrokken zijn, dat zijn de lever en de galblaas, dan is het zo dat de lever in jouw lichaam een zuiveringsfunctie heeft. Het is de grote schoonmaakfabriek, de lever. Hij moet alle afvalstoffen moet hij afbreken, alle schadelijke stoffen voor het lichaam, die worden door de lever dus afgebroken. Ook medicijnen en alcohol worden door de lever afgebroken. Ook mentaal, emotioneel moeten we zuiveren. Dus de dingen die je meemaakt en die een wat negatieve impact op jou hebben, dus die de emotie van het element oproepen, irritatie, frustratie, boosheid, woede, razernij in de meest extreme vorm. Ook dat moet natuurlijk gezuiverd worden. Want als je je hart niet schoonmaakt van die specifieke emotie, dan gaat dat jou verzuren. Zie je hoe prachtig moeder natuur dat geregeld heeft. Die zure smaak die je via de voeding tot je neemt, die helpt de lever om samen te trekken. En de lever die trekt samen, dat noemen we contraheren, om dus die zuiverende, ontgiftende functie goed uit te kunnen voeren. Nou, als die vermoeid is, overbelast is, dan kan die dat wat minder goed. Dan voert hij zijn taken wat minder goed uit. Dat betekent dat je ook mentaal, fysiek, emotioneel minder goed kunt ontgiften, zeg maar. Je bent sneller op je teentjes getrapt. Je bent nog sneller opvliegend en boos en geïrriteerd. Je hebt lange tenen, zo zeggen we dat dan. Nou, die zure smaak, die helpt dus om het element, om de lever en de galblaas te ondersteunen in zijn zuiverende functie op alle fronten en dus om het element weer beter terug in balans te krijgen. Dus kijk maar eens bij jezelf waar jij van nature naartoe getrokken wordt. Naar welke smaak? En het kan zijn dat het zuur is, maar het kan ook zijn dat het juist bitter is voor het vuurelement, zoet voor aarde, een hele pittige, scherpe smaak om de longen en de dikke darm te helpen, dus het metaalelement, of juist de zoute smaak. Dat je merkt van, hey, ik trek vaak een zak chips open om die zoutbehoefte te kunnen bevredigen. Nou, dat van jezelf ontdekken, daarmee ontdek je al je eigen disbalans in jouw specifieke element energie. Oké, we gaan beginnen vandaag met de laatste oefeningen binnen het houtelement. Ik ga vandaag ook een aantal andere oefeningen daarbij aan toevoegen uit de andere elementen, zodat je een mooie, complete les hebt voor alles.